OO Den Haag, mooie stad achter de duinen. Ik zou met niemand willen ruilen, want vandaag ben ik met de twee nieuwe lenzen van Sigma op stap. En dat is de 14 tot 24 mm 2.8 en de 45 mm 2.8. Dit beest wat ik in mijn handen heb is de wijde zoomlens Sigma 14 tot 24 mm 2.8. Dus lichtsterk door zijn hele zoombereik heen. En dit kleine compactlensje hier is de 45 mm 2.8. Beide lenzen zijn gemaakt voor het Sony E-mount systeem en de Leica L-mount Alliance. En eigenlijk is het een hele goede combi, want we zijn vandaag in de stad en met deze kan ik mooi de architectuur en de wijde shots maken. En met deze doe ik dan de detail shots en de portretten. En dat is precies wat we gaan doen. Oeh. We hebben het vandaag natuurlijk over twee lenzen, dus laten we even beginnen met de Sigma Art 14-24. Art wil dus zeggen, hij is eigenlijk het beste van het beste van wat Sigma te bieden heeft. Hij weegt ook 795 gram en dat komt dan waarschijnlijk door al het dure glas wat erin zit. Hij heeft 11 diafragma lamellen voor de meest creamy bokeh en hij is natuurlijk stof- en spatwaterdicht. En daarvoor is hij dus uitstekend geschikt voor alle weersomstandigheden. Als je voorheen een lichtsterke wijde zoomlens wilde hebben, kwam je eigenlijk al heel snel uit op de 16 tot 35 mm 2.8. En dan zou je denken, 16 en 14, dat verschilt niet heel veel van elkaar. Dat ga ik je laten zien. Op dit moment film ik op 16 mm en nu film ik op 14 mm. Die 2 mm maakt dus wel degelijk wat uit. En als ik dan vervolgens de camera omdraai en ik begin mezelf te filmen, moet je dan zien hoeveel ruimte er om me heen ontstaat. Super interessant om naar te kijken natuurlijk, net alsof je bij me bent. Maar is deze lens dan wel goed voor video? Dit kun je dus allemaal zien met 14 mm. Dit is echt een GoPro. Ik zie in ieder geval één probleem en dat is dat de lens een bolle voorkant heeft. Daardoor kan je dus geen filters opdraaien. En ja, ze hebben er wel iets op bedacht hier aan de achterkant, zeg maar, dat je er hier ND-filtertjes achterin kan stoppen of andere filtertjes. Maar als je aan het runnen en gunnen bent, dan is het eigenlijk helemaal niet handig, want dan moet je de lens erop en afzetten. En elke keer als het licht verandert, moet je er een nieuwe in stoppen. Lijkt me niet optimaal. En daarnaast is de lens ook nog eens niet gestabiliseerd. En daarentegen werkt de autofocus gewoon perfect. Hij werkt prima samen met de software van Sony. En dat geldt natuurlijk voor video, maar ook voor foto. Ja. Voor wie raad ik deze lens dan aan? Nou, in ieder geval voor de professionele fotograaf die wijd wil schieten. Want wat een prachtplaatje kan je hiermee maken. Landschap of interieurs, alles kan die hebben. En voor de videograaf, nou, ben je bereid om te filmen op een tripod of op een stabilisator? En vind je het niet erg dat het iets meer werk kost om er een filter op te stoppen? Dan heeft het natuurlijk wel een enorm coole field of view. En de scherpte is amazing, dus toch een toffe lens. We waren natuurlijk met twee lenzen hier vandaag, dus gaan we door naar de volgende. Dan lens nummer 2, de 45 mm 2.8. En moet je zien wat voor compact maatje deze heeft. Hij heeft een filterdraad van 55 mm en hij weegt maar 215 gram. Hij is ook van compleet metaal gemaakt en dit is een soort vintage look als je hem op je camera hebt zitten. Best wel tof dus eigenlijk. Maar ondanks zijn grootte zit toch alles erop. Hij heeft een diafragma ring, hij heeft een focusring en hij heeft een autofocus maar een weeffocus button erop zitten. En ik hoorde je al denken, maar Maurice, tegenwoordig hebben prime lenzen toch een diafragma van 1.2. Hoe kunnen we nou met een diafragma van 2.8 die super creamy blurry achtergronden krijgen die iedereen wil hebben? Nou, allereerst, lenzen met een diafragma van 1.2 zijn vaak heel stuk groter en heel stuk duurder. En een mooie onscherpe achtergrond creëer je niet alleen maar door een diafragma op 1.2 te hebben. Je kan het ook krijgen door je onderwerp en je achtergrond van je onderwerp een stuk van elkaar te onderscheiden. Of juist een stuk dichter bij je onderwerp te komen met je lens. En deze lens heeft een scherptestelafstand van 24 centimeter. Dat is dus super dichtbij. En dan door naar een video. En net als de 14 tot 24 mm werkt de autofocus gewoon perfect en is die compleet stil. Hij heeft geen beeldstabilisatie, maar hij heeft dus wel een filterdraad van 45 mm. Nou vraag ik me dus af, vinden jullie het een must om als videograaf met een ND-filter te filmen of niet? Laat het even weten hierboven in de poll. Nou, dat was dan weer de video van vandaag. Voor de echte spekkunter zou ik nog even de specs toevoegen in de beschrijving. Heb je nog een vraag over een van de twee lenzen? Gooi het in de comments. Vond je het een leuke video? Laat een like achter. Dan gaan Bart en ik nu een broodje eten, want we hebben honger.
Tot de volgende.